En Wies, wat heb je deze keer weer voor een recept? Oh, vandaag eenvoudig. Erg eenvoudig. Kolak pisang. Kolak. Luidjes thuis. Ja. Kolak hebben we vorige keer over gezongen. In de tuin van tante Non. We eten kolak en klepon. Wat gaat er allemaal in Wies vertellen? Dat is dus van deze pisang. Die kan je hier in de toko's krijgen. Met gula java, santen en pandanblad. De geschilde pisang doe je dus in kleine schijfjes. Ja? Dan neem je 1 liter water, breng je aan de kook en daar los je de gula java en de santen in op. 150 gram gula java, 150 gram santen en een paar van deze pandanblaadjes. Die snij je dus in stukken. En als dat kookt, doe je de pisang erbij. Ja. Dat laat je koken tot het zacht is, ongeveer 15 tot 20 minuten. En dan krijg je dus dit resultaat. Je kan het ook met ubi doen, of ubi en pisang tegelijk. Dat is erg lekker, zo. Makkelijk, hè, zo'n recept van cola, hè? Kepingin makan la cola. Cola kan la 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 la.